Marc-Jan Fledeers. We gaan naar Portugal. Ja, inderdaad, naar Portugal. En ja, ik denk dat dat heel erg leuk is. Wat weet je van de tegenstander? Ik weet eigenlijk heel weinig van de tegenstander. Ik moet zeggen dat ik nog weinig van had gehoord van die club. Ja, ik zag het op... Ik zag ze bij het lijstje staan van de clubs die we konden loten, maar voor de rest had ik er nog eigenlijk nooit van gehoord. Jullie hebben hier met z'n allen de loting gekeken. Wat was de eerste reactie van de jongens? Ja, iedereen was wel blij volgens mij, want ja, we konden ook wat bekendere, grotere clubs loten natuurlijk. En ik denk dat we allemaal wel, ja, wel een beetje blij zijn dat we die in de eerste ronde nu ontlopen, of in de eerste ronde die wij spelen dan. Dat we die ontlopen, want ja, goed, je weet het uiteindelijk nooit natuurlijk, maar ja, we hopen dat we hier wel wat meer kans tegen hebben dan tegen bijvoorbeeld Hertha. Over 2 weken is het zover. Zijn jullie er klaar voor? Ik hoop het. We hebben nog 2 weken de tijd. Dus we gaan daar hard naartoe werken. En er wordt goed getraind hier. We hebben een goed trainingskamp gehad. Dus ja, iedereen gaat goed met elkaar om. Dus wat dat betreft is het weer goed. Wat ook natuurlijk belangrijk is. En ja, we hebben er gewoon heel veel zin in. En ja, we gaan er wel voor om een ronde verder te komen natuurlijk.